Nee, ik ben niet echt een verzamelaar in die zin. Ik heb geen dure seinsleutels. Ik vind seinsleutels mooi. Ik vind vulpennen ook mooi. Ik heb ook een aantal vulpennen, maar ook niks bijzonders. En ik heb eigenlijk de stelregel dat ik, behalve als ik hem echt ga gebruiken, geen sleutels koop die meer dan 50, 60 euro zijn. En ik wil nog een keer de sleutel die bij het Chinese leger in gebruik is hebben. Maar ja, die kan ik telkens niet voor een bedrag wat ik ervoor wil geven. Het is een sleutel die ik niet ga gebruiken. Dus het is alleen maar voor decoratie. En je ziet ze voor nou, net boven de $50 of zo. En ik wil er eigenlijk 30 voor betalen en dat is me nog niet gelukt.